Ik denk, ja, gelijk dat Niels ook vermeld heeft, de juiste gesprekken hebt op voorhand, zodanig dat de verwachtingen juist zitten. En die zijn super moeilijk, hè? Daar ga ik niet ontkennen. Er is geen golden formule voor die dingen. Maar als je ervaring hebt, bij ons was dat ook zonder al te veel ervaring, als je een beetje ervaring hebt, als je een beetje hulp hebt van mensen die ervaren zijn, kun je misschien op voorhand veel duidelijker zeggen van kijk, dit is de waarde van die persoon, die gaat daarmee naar voren, dus de waarde van die persoon. En als je dat in baanlijn leidt, als je daar duidelijke afspraken voor hebt, denk ik is dat te doen. Bij ons was dat gewoon, wij hadden zelf geen benul van wat we aan het doen waren. Op dat vlak dan, hè? Op het interpersoonlijk vlak. Dat is een heel apart iets, is HR. Dat is iets wat niet snel naar boven komt in een start-up. Je begint in een start-up en er zijn eigenlijk twee grote profielen, hè, die naar boven komen binnen een start-up. Dat is product en dat is sales. Iemand moet maken en iemand moet verkopen. Maar je kunt zomaar groeien en doen, maar op een bepaald moment is ja, HR belangrijk. En in feite begint dat heel vroeg in een co-founder team. Lukt een co-founder team, ja of nee? De hele connectie tussen die twee personen en hoe dat samenwerkt, is technisch gezien een HR-probleem. Maar daar hebben we op dat moment geen tijd voor, geen kennis van. En sommige mensen misschien wel, maar wij alleszins niet. Dus ja. My two cents worth. Bij ons was dat een ramp. Ik zou dat zeker proberen te vermijden opnieuw, maar ik kan niet zo zeggen van ah, op die manier vermijden, dat is opgelost. Ik Zo denk goed dat het ook mogelijk. van de situatie afhangt, hè? Van de personen die je voor je hebt Absoluut. en zo verder. Ik denk als je ene persoon op een ander gebied of een ander deel traject van het bedrijf een andere soort verantwoordelijkheid kan geven, dat die persoon ook tevreden kan zijn. Als ze zich daarvoor kan vinden en zo verder. Als daar recepten voor zouden bestaan, dan denk ik dat we echt miljonair zouden zijn. Als, als we die zouden Ja, voilà. kunnen vinden. En ook, het is echt niet zwart-wit, want als je bijvoorbeeld kijkt naar een Showpad, daar is het een co-CEO-schap. Die zijn met twee CEO, dat is een gigantisch bedrijf. Aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld een Fibricheck in Limburg. Die zijn een aantal keer van CEO-rol gewisseld in het founding team. Het bedrijf draait ook nog heel goed. Die zijn allemaal ook, ik denk het grootste deel, nog actief in het bedrijf. Dus ik denk, er zijn ja, het is geen canvas dat je invult en daarmee is het probleem opgelost. Ik denk dat dat ook iets is dat zich, ja, dat is een soort norming en storming dat je in een groep altijd hebt die samenkomt. En je kunt misschien van de eerste keer juist zitten en dan heb je heel veel chance. Of het kan niet juist zijn en je raakt eruit, of het kan niet juist zijn en je raakt er niet uit. Dat is een beetje, ja, het is een beetje zoeken, maar ik denk inderdaad, als het niet goed zit of niet goed voelt, is denk ik die dialoog en die discussie en die mogelijkheid om kritiek te geven, maar ook de skill om die te aanvaarden, wel enorm belangrijk. Want zolang als je daar niet uit geraakt, is het eigenlijk heel moeilijk om het bedrijf echt goed vooruit te krijgen. Dus dat is inderdaad, ik vind het een mooie verwoording, Matthias. Dan is elk, dan zit jij mij, je zit in mijn bedrijf met van alle uitdagingen. En één daarvan is dan een HR-challenge en die moet ook wel opgelost worden. Net zoals er misschien een product market fit challenge is, of een schaal challenge, of een branding of positioning challenge, of het aanwerven van mensen een challenge kan zijn, is dan die co-founders of die rolverdeling is dan een bepaalde HR-challenge die gewoon opgelost moet worden. En dan moet er, ja, als je het heel objectief en heel cru bekijkt, moet er een bepaald proces voor geïnitieerd worden om daar wel uit te geraken. Het mag zeker niet onder een steen gestoken worden en we zien wel. Dat is probably the worst that you can do.